Het COVID-19-managementteam stapt binnenkort van papier over op een digitale dispensatieprocedure. Het streven is maandag 22 juni 2020 het QR-dispensatiescansysteem in te zetten. Met dit digitaal systeem zal het verstrekken van dispensatie en het controleren van de politie op de geldigheid van de dispensatie efficiënter verlopen, zegt Gwendoline Babel, onderdirecteur van het Directoraat Nationale Veiligheid en lid van het COVID-19-managementteam. Ze sprak tijdens de reguliere COVID-19-update van woensdag. En ik denk dat menigeen binnen de Surinaamse samenleving blij gaat zijn, omdat dat dus een heleboel voordelen voor ons brengt. Het versnelt het systeem, het vergemakkelijkt het dispensatiesysteem. En het zorgt ook ervoor dat we geen lange rijen meer hebben en dat mensen dus niet uit hun huis hoeven te gaan alleen maar om een dispensatiebrief op te halen. Ook maakt het het controlesysteem veel makkelijker. De politie is dit systeem is aangesloten op het politienetwerk. En deze politieambtenaren kunnen dus uw barcode die u zult krijgen, nadat u dus de link hebt bezocht en dus zo'n aanvraag heeft gedaan en het is goedgekeurd door het managementteam, dat u dus zo'n barcode krijgt en die wordt dus gescand door de politieambtenaren op een aantal posten, maar ook gewoon in de binnenstad. En als u dus voorzien bent van zo'n barcode dat nog valid is, het is nog geldig, is er geen vuiltje aan de lucht, maar popt het op en bent u dus onterecht op straat of heeft u een barcode dat al is vervallen of u heeft helemaal niet, dan denk ik wel dat de politieagenten, de politieambtenaren conform zullen optreden. Gwendoline Babel, onderdirecteur van het Directoraat Nationale Veiligheid. Ze sprak afgelopen woensdag tijdens de reguliere COVID-19-update over het overstappen naar een digitale QR-scan-dispensatiesysteem. Het COVID-19-managementteam blijft volgens haar dagelijks vele verzoeken krijgen voor dispensatie en kan met deze nieuwe werkwijze sneller deze aanvragen afhandelen. Hetgeen ertoe zal leiden dat burgers niet uit huis hoeven te gaan voor het ophalen van een dispensatieformulier.